Goed. Mark. Ja. Wedstrijd DCS Reunie. De verlenging in. En na een ja, de cornerbal kwam je 2-8 en toen was het eigenlijk de lucht uit het. Uit het team leek het wel. Nee, dat klopt. Ik denk dat we eigenlijk als je de eerste de hele wedstrijd bekijkt, eerst zelfs een voetballend lichte bovenliggende partij, maar kwamen tot weinig echt hele grote kansen. Ja. In het moment dat we net even wat verkeerd stonden, dat ze aan de linkerkant doorbraken, komen ze op 1-0 voor. Eigenlijk daarna vond ik dat we het verdedigend best wel goed hadden staan en schieten. Emiel fantastisch de 1-1 binnen. En trek je eigenlijk de tweede helft die lijn door. We hebben ook al gezegd, heel kleine nuance ingelegd in hoe we verdedigd moesten staan. Voor de rest eigenlijk weinig weggegeven. En in de verlenging is dan even zaak wie aan de langste end trekt. En zij krijgen die corner en zij koppen hem er wel in. Ja. Ik moet wel eerlijk zeggen dat we eigenlijk relatief weinig kansen zelf gecreëerd hebben. Daarna, eigenlijk na de 1-2, of 2-1. Kregen we wel een paar mogelijkheden. Ja, die vliegt er niet in en dan ga je even bang spelen en dan wordt 1-3. Maar goed, al met al kan je natuurlijk terugkijken op een fantastisch seizoen. Je stond 10 wedstrijden voor het eind stond je op een degradatieplek. Klopt, en nu speel je in de play-offs, maar niet om degradatie, maar om promotie. Dus een heel groot compliment voor jou en voor de ploeg natuurlijk. En, je doelstelling is behaald natuurlijk. Ja, klopt. Helemaal eens. Doelstelling behaald. We wilden in ieder geval dit jaar overleven in die derde klas. Omdat het natuurlijk met de sterkte degradatie best pittig genoeg was om dat te overleven. Nou, dan pak je een hele goede derde seizoen zelf. Of derde periode. En daarin pak je nog een plek voor deze nacompetitie. Ja. En als je dan zo dichtbij bent, dan wil je het eigenlijk ook wel graag halen om nog weer een ronde verder te komen. Ja, precies. Ik denk een mooi moment ook voor de jongens om zich te meten aan dit soort ploegen. Ik denk dat we daarin zeer geslaagd zijn en dat we heel erg goed tegenpartij hebben geboden. En, wellicht dat er iets meer in gezeten, maar overal gezien DCS wel gefeliciteerd met. Maar wel een gelijkwaardige wedstrijd. En het is toch een gerenommeerde ploeg uit de tweede klas. Dus ik denk dat dat een heel groot compliment is aan de jongens. Ja. In de verlenging al vlak voor het eind viel Jelmer Bijenhof in. Klopt. Dus met de aanvulling vanuit de jeugd is het ook wel goed. Want die viel prima in, zag ik. Eens. En hij loopt al een tijdje mee nu de laatste maanden eigenlijk al wel. Ja. En bewijs keer op keer op de training ook dat hij het niveau prima aan kan. En die sluit aan sowieso volgens toen. Mooi. We gaan ons nu... tenminste, als staf zijn de opmaken van fonds doen en de jongens hier gaan lekker rust pakken. Helemaal goed. Hey Mark, dankjewel en tot volgend jaar. Dankjewel.